Ben jij aan het sparen om later met het geld iets moois te kunnen kopen? Dikke kans dat je dan nooit je doel zult behalen. Want van sparen word je ieder jaar een beetje armer. Stel je voor dat je net tante bent geworden van een heel schattig nichtje. In plaats van een geinig rompertje wil je iets heel groots geven. Bijvoorbeeld een grote blinkende auto waarmee ze vaak naar je toe kan rijden als ze 18 is. Die snelle wagen kost nu 30.000 euro. Die 30.000 euro zou je nu zo kunnen neertellen, want de afgelopen jaren heb je door zuinig te leven dat bedrag bij elkaar gespaard. Mooi, denk je. Alleen nog even parkeren op een aparte spaarrekening. En over 18 jaar pin ik even zo'n leuke sportwagen. Kijk, en daar gaat het dan mis. Want spaargeld groeit niet meer aan. Bij de meeste banken krijg je geen rente meer over je spaargeld. De rente is nul of bijna nul. En de verwachting is dat dit nog jaren zo zal blijven. Nou en, zul je denken: het hoeft toch ook niet te groeien? Ik heb die 30.000 euro toch al bij elkaar gespaard. Dat klopt, maar over 18 jaar kun je daar niet meer een grote blitse wagen van kopen. Niet omdat het model niet meer bestaat die kans is er ook natuurlijk maar doordat die auto dan flink duurder zal zijn. Het fenomeen van prijsstijgingen noemen we inflatie. De afgelopen jaren werd alles gemiddeld 1,9 procent per jaar duurder. En dat betekent dat die mooie auto voor je nichtje... over 18 jaar geen 30.000, maar ruim 42.000 euro kost. Inflatie heet ook wel geldontwaarding. Voor hetzelfde geld kun je ieder jaar een beetje minder kopen. Je geld wordt dus ieder jaar wat minder waard. Door te sparen zonder dat je rente krijgt, word je dus ieder jaar een beetje armer. Als je je geld voor de lange termijn belegt, dan heb je wel kans dat je geld nog aangroeit. En krijg jij over 18 jaar visite van je nichtje en haar nieuwe scheurijzer? Het RTLZ-beurspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.